Bij wat voor bedrijf je ook werkt of in welke carrièrefase je ook zit, je krijgt altijd te maken met veranderingen. Een van de belangrijkste veranderingen de afgelopen jaren is data. Hoe verwerk je data, hoe verzamel je data, hoe beveilig je die data? Ook bij de accountants van Crow is data essentieel voor hun business. Ik heb vandaag afgesproken met Huub, hij is partner en sinds een paar jaar verantwoordelijk voor data management. Ah, Huub. Dag Luc. Even zwaaien vanaf hier. Ja, inderdaad. Ja. Huub, waarom is data zo belangrijk voor jullie als accountants? Door allerlei omstandigheden in de wereld om ons heen zie je dat data in steeds grotere getalen op ons afkomt. Hè? En niet alleen op ons als accountants, maar vooral op onze klanten waar wij onze diensten aan leveren. Ja. En je ziet dat dat inmiddels zo'n grote hoeveelheden zijn dat die klant eigenlijk niet meer vraagt van... Beste accountant, kom ons nou eens helpen met dat te ordenen. Ja. Nee, maar kom ons eens helpen met die data te gebruiken. En hoe pakken jullie dat nu aan, die data management? Je moet nu gaan nadenken over hoe ik data in grote hoeveelheden binnenhaal. Hoe ik dat snel en efficiënt doe. Ja. Hoe ik het veilig opsla. En hoe ik het vervolgens heel snel kan ontsluiten om er die dingen mee te doen die ik voor mijn klanten ermee wil doen. Ja, om er ook informatie van te maken. Om er informatie van te maken. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dat al die medewerkers die kennis tot zich konden krijgen? Wij hebben echt moeten zorgen dat mensen die opgeleid zijn als accountant of als fiscalist, dat die leren begrijpen hoe die techniek achter dataverzamelingen is. Zodanig dat het precies beantwoordt aan hetgeen wat wij willen, namelijk een wederzijds begrip. We beginnen bij die financial, op basis waarvan men kan gaan communiceren met elkaar. Ja. Dat hebben we met CompuTraining ingevuld. En is het succesvol? Heb je het gevoel dat het ook echt werkt? We zijn echt blij verrast door het feit dat ze daar enorm veel effort in hebben gestoken, samen met ons, om dat proces ook heel zorgvuldig te doorlopen. Ja. Praten alle accountants inmiddels al een beetje in eentjes en nulletjes? Nou, dat is dat nog niet. En dat is ook uiteindelijk niet wat we beogen. Het gaat er met name om dat ze de wereld van die programmeurs, mensen die wel echt in eentjes en nulletjes denken, dat ze die gaan begrijpen en dat daar een samenhang tussen ontstaat. Ook benieuwd wat voor trainingstrajecten er mogelijk zijn voor jouw bedrijf? Kijk op CompuTrain.nl.